Hallo, ik ben Hannes en ik verbaas me al jaren over de lelijkheid van de huizen in ons land. Op mijn Instagram-pagina Ugly Belgian Houses post ik foto's van de lelijkste huizen die ik tegenkom. Ik bel nooit aan bij die huizen. Eerlijk gezegd, omdat ik een klein beetje bang ben van de mensen hun reacties. Maar vandaag breng ik daar verandering in. Er was eens een lelijk Belgisch huis. Dag meneer. Goedendag. Ik ben Hannes van Iedereen Beroemd. Ja. Zou ik je een vraag mogen stellen? Zeker, doe die maar. Wist u dat uw huis op een website staat van lelijke Belgische huizen? Dat wist ik, ja. Ja? Dat staat er al lang op de Ugly Houses, ja. En wat vind je daarvan? Wat vind ik daarvan? Ze zijn hier al verschillende keren geweest, ja, om een reportage te maken. Het is een bekend huis dus eigenlijk. Het is een bekend huis, ja. Ik zie daar staan, boven de deur staat er een woord. Daar staat sprookje. Het zou in een sprookje kunnen voorkomen. Dat is waar, ja. Hansje en Grietje. Hans en Grietje, ja, inderdaad. Voilà, ja. En heb jij dat erop gezet? Nee, dat stond erop. Wij hebben dat, dus, dat huis, kijk nu, 28 jaar geleden hebben we dat gekocht. Hij woont hier 28 jaar. Wat voor stijl is het eigenlijk? Ja, wat voor stijl is het? Dat is een eigen uitvinding van die man. Hè. Ik was nog niet geboren toen hij eraan bezig was, zal ik maar zeggen. Het is een beetje een Chinese stijl gemaakt, ja, een pagode stijl. Is in feite gekomen door de dochter. Die kwam op zich met thuis. Oh, ik wil een schoon huisje staan. Ja, we zijn naar hier gekomen. Ik zeg, op je kop gevallen. Ik zeg, allee, wie gaat dit en dat. Ja, goed, dan zijn we binnen gaan kijken. Ja, hebben we de knoop maar doorgehaakt. Hè? Als je dan een deel vrouwen voor je staan hebben die dat wel willen, dan, ja, zeg je op lange duur, ik zal ook maar luisteren en ik zal ook maar... en dan hebben we het gekocht. Voilà. Als iemand zegt van dat huis is lelijk, wat vind je daarvan? Dat moet hij weten. Als ik dat echt op me heb, dan zeg ik, kijk eens in de spiegel, jong, dan zie je iets lelijk. Hoog opgelost. Ik moet eigenlijk iets bekennen. Ik ben de man die het op mijn website heeft gezet. Ja. Ja. Ik wil me eigenlijk toch een beetje sorry zeggen als ik u overlast zou bezorgd hebben door te zeggen dat het lelijk is. Dat maakt niet uit. Nee? Dus, nee, nee. Wilt jij nog even op de foto met mij? Ja, ja? Dat is mij goed. Moet u daarop zetten, een beetje afstand. Zalig. Okay. Super hard bedankt. Graag gedaan. Ik ben trots op mijn, ja, huis, absoluut.